Hallo, mijn naam is Leon van Rijthoven. Ik ben van de stichting Duurzaam Drimmelen. En sinds een jaar zijn wij betrokken bij de aanvraag voor een programma in de gemeente Drimmelen. Om samen met een aantal burgerclubs, stichtingen, de energietransitie te helpen te bespoedigen. We hebben daarvoor een aantal projecten ontwikkeld. En die hebben we samengevoegd in een programma. Het zijn 5 projecten. En die gaan we nu bekijken. Hallo, mijn naam is Sonja Boersma. Ik woon in Lage Zwaluwe en ik ben bestuurslid bij de Stichting Behoud Zwaluws Landschap. En wij van Stichting Behoud Zwaluws Landschap vinden het van belang dat we alternatieve energiebronnen gaan onderzoeken. Wij zelf zijn bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van aquathermie. En we willen eigenlijk kijken wat deze rioolzuivering in ons dorp, in Lage Zwaluwe, wat die voor ons kan betekenen. Ook de gemeente gaat dit jaar in haar warmteplan onderzoeken of ze van alternatieve warmtebronnen gebruik kunnen maken. Wilt u meedenken of meedoen aan ons project? Of wilt u meedenken met het warmteplan van de gemeente? Neem dan contact met ons op. Ik ben Camille Wiemen. Ik woon in Hoge Zwaluwe en ben een van de initiatiefnemers van de energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen. Inmiddels ben ik ook voorzitter en we staan nu in Lage Zwaluwe bij het dak van een schuur waar wij als coöperatie 204 zonnepanelen hebben gelegd. En waar ongeveer 25 huishoudens en kleine bedrijven stroom opwekken om zelf daar de voordelen van te hebben. In totaal hebben we in de gemeente Drimmelen 2 projecten lopen nu. Dit is 1 dak ervan, andere dak liggen ook 204 panelen. En het idee is om in de toekomst nog meer daken vol te gaan leggen met zonnepanelen en dan onder een andere subsidieregeling. Ja, het mooie van deze projecten is dat de deelnemers zelf direct profijt hebben van de opbrengst van de groene stroom. En dat die stroom dus, dat geld niet uit de gemeente verdwijnt in de zakken van grote bedrijven. Je kunt je altijd aanmelden als lid. En dan kun je ook op de hoogte blijven van al onze nieuwsupdates en eventuele nieuwe projecten in de toekomst waar je aan deel kunt nemen. Hallo allemaal, mijn naam is Thomas Verkooyen en normaal gesproken had ik dit filmpje vanuit de haven van Drimmelen gemaakt. Maar dat gaat helaas niet omdat ik corona heb. Ik wil jullie graag informeren over het project Deelauto, wat we later breder hebben getrokken tot een project Duurzaam in Drimmelen Dorp, qua mobiliteit. Dus we zijn eigenlijk aan het onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de mobiliteit in het dorp Drimmelen toekomstbestendig maken en dat we de problemen die daarbij passen oplossen. Dus wil je graag meedenken? Laat het ons horen. Alle meningen zijn handig en we hopen dat jullie mee willen denken. Hallo, mijn naam is Jeroen Kooijen en ik woon in Maarden. Ik heb mijn huis van het aardgas afgehaald. Onder andere met deze zonnepanelen. En wilt u weten hoe ik dat heb gedaan? Kijk dan naar de bijgevoegde link. Ik ben de projectleider van de buurtbatterij in Maarden. We zijn aan het onderzoeken hoe we duurzame energie die in ons dorp wordt opgewekt ook op kunnen slaan en later kunnen gebruiken. Ja, we zien in de eerste resultaten van het onderzoek dat het technisch allemaal wel mogelijk is, maar dat het niet altijd rendabel is. Daarom zijn we nu ook aan het kijken hoe we warmte op kunnen slaan. We zijn aan het onderzoeken welke kansen er liggen in Maarden. Daarnaast ontwikkelen we een routekaart om woningen van het aardgas af te halen voor heel de gemeente. De routekaart moet aangeven hoe je een woning in technische zin van het aardgas af kan halen. En er wordt verbinding gezocht met de verschillende projecten en initiatieven in de gemeente. We helpen u graag op weg bij het aardgas vrijmaken van uw woning. Nou, u ziet 5 heel uiteenlopende leuke projecten. Met ook enthousiaste mensen die eraan werken. Met dank aan de ondersteuning van de gemeente en de subsidie vanuit de provincie. En we hopen dat we met deze projecten een inspiratiebron kunnen zijn voor weer nieuwe initiatieven in de gemeente.